De AMS-woning te Groningen-Saramakka zal worden gerenoveerd en omgebouwd tot een museum- en expo-ruimte. Dit is een initiatief van het Directoraat Toerisme van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme in samenwerking met het Ministerie van Openbare Werken en het Commissariaat Saramakka. Het doel is om alle districten te voorzien van een Tourist Information and Visitor Center waar men arts en craft, als ook voeding en drank, kan verkrijgen. TCT, directoraat toerisme, heeft dit project geïnitieerd als onderdeel van stimulering van het lokaal toerisme. Wij weten dat elk district een eigen uh, zijn eigen karakteristieken heeft en in dat kader zijn we landelijk bezig om in elk district zo de karakteristieken te, samen met de DC's te proberen te ontdekken, in kaart te brengen en daaraan invulling te geven. Zarmaka leent zich heel goed voor uh, een stukje geschiedenis, een stukje natuur. Het is een bekende landbouwdistrict. De boeren hebben hier eerst voet aan wal gezet. Er was een fort, hier heb ik net ook begrepen. En in dat kader hebben wij dan uh, met de DC en de private sector hier uh, afspraken gemaakt van kijk, la laten we hier dit vervallen gebouw uh, renoveren en inrichten als een museum en exporuimte. En daaromheen een uh, cabana's, zodat dit geheel kan, uh, hoe heet het weer, een toeristinformatie en visitorcentrum kan worden. We hopen dat wij snel uh, de bouw kunnen realiseren, het museum kunnen operationaliseren. En waar er middelen te min zijn, moeten we even kijken: uh, die public-private partnership gedachte. Dat we de private sector ook erbij halen om hun bijdrage te leveren en samen met hun uh, dit mooi project te operationaliseren. Het voelt goed aan, omdat gelijk na mijn aantreden ik zag hoe vervallen dit gebouw aan toe was. En gelijk hebben we er naar werk van gemaakt. Maar niet alleen dat het een goed gevoel geeft. Um, een van de zaken waar ik voor sta is ontwikkelen van, bevorderen en ontwikkelen van binnenlands toerisme. En dit is zeker een van de grote projecten die het daarbij zal dragen. We hebben de afgelopen periode projecten gehad, zoals bouw van twee openbare toiletten. En natuurlijk ook de renovatie van de steiger, die zeker zullen bijdragen in het kader van. Ontwikkelen binnenlands toerisme. Waarom die openbare toiletten op strategische lo locaties? Als u kijkt naar um, de route Paramari-Bonikeri en ja, vice versa, daar hebben we niet. Geen um, uh, goed onderhouden uh, openbare toiletten. Dus um, als we toerisme willen gaan ontwikkelen, vooral in dit kader binnenlands toerisme, dan moeten we dan zeker voorzien in de elementaire zaken. En dat is zeker deel van. Maar terugkomend op dit project, het heeft een heel um, een, een belangrijk deel van ons geschiedenis herbergt, de Amswoning. Het heeft deel uitgemaakt toen tijdens de koloniale periode. Daarna is het gaan dienen als residentie van de DC's toen. En nu zullen we het aanbouwen tot um, een museum. Natuurlijk gaat uh, uh, Saramaka heel bijzonder uh, uh, trekpleister bijkrijgen. Als het gaat om een museum. En hier mogen we dan gaan vertellen wie we zijn, van waar we komen. Net hoe de minister daar net heeft aangegeven hoe wij hier ook samenkwamen. Dus iedereen mag daar gaan vertellen um, hoe het ooit allemaal toen is begonnen, dat vandaag Saramacca er zo uitziet, divers eruit ziet. En natuurlijk ook um, de bedrijven die er zijn in Saramaka, in het bijzonder staat, zo, die gaat zeker een bijzonder rol moeten spelen in het geheel. Dus um, het voelt goed aan, maar het zou me nog. Beter gaan doen. Het zal, het zal geweldiger gaan voelen als we na acht maanden daadwerkelijk dit gebouw zullen opleveren.